En de drive-through van de centrale markt bleek geen verbetering te brengen in de situatie van de marktventers. De drive-through is maandag begonnen en is bedoeld om meer mensen de gelegenheid te geven om hun inkopen te doen, zodat de marktventers ook beter kunnen verdienen. De verkopers zeggen echter dat ze niks daarvan hebben gemerkt. Ze hebben er geen geloof in dat de drive-through hun situatie zal verbeteren. Momenteel, ik heb nog niks gezien. Maar ik weet niet, als het afgelopen zondag was, een draaitour. Maar dat heb ik ook niet, ik was er niet bij, dus ik weet het niet. Ik ben van de bon. Ik ben wel van de bon. Maar kijk, als jij als marktmeester niet met die bon, weet je, dan is het een beetje een probleem. Ik heb hem wel gevraagd, wat is het? Nee, er is wel een draaitour gemaakt en dit en dat. Maar en momenteel, nu zie ik geen enkele auto langs rijden of dingen kopen. Nee, dat heb ik niet gezien. Ik denk niet dat het gaat helpen hoor, want die mensen komen toch niet binnen. We hebben niks van gemerkt. Kun je dat vanmorgen, heb ik niet eens een pak kunnen verkopen. Heb ik niet eens een pak kunnen verkopen. Voor het eerst. Sommige marktventers waren er niet eens van op de hoogte dat er een drive-thru was. De verkopers geven aan wat ze denken dat zou moeten gebeuren om hun situatie te verbeteren. Ze moeten die mensen van de straat weghalen. Die mensen kopen hun dingen en spullen voor en niemand komt naar binnen om te kopen. En die drive-thru is wel leuk, is een leuk ideetje. Maar dat is niet wat we op dit moment nodig hebben. Wat we op dit moment nodig hebben is dat de hoge pieten die daar zitten, die naar Dubai gaan en bruggen willen bouwen voor de quarantainerivier, eerst aandacht beginnen te hebben en prioriteiten beginnen te stellen. En kijken wat is er nodig. Begin die markt een beetje te ordenen. Begin die markt schoon te maken. Begin ervoor te zorgen dat er geen verkoop op straat plaatsvindt. Besteed daar aandacht aan. Dan zijn die 2000 gezinnen. Zijn verzekerd ervan dat ze hun inkomen aan het einde van de maand hebben om hun kosten te betalen. Dat is dus een reactie van een marktventer. Marktmeester Danai is ervan op de hoogte dat er nauwelijks gebruik wordt gemaakt van de drive-thru. Hij zegt dat velen waarschijnlijk nog niet weten dat er een drive-thru is. Hij zal er alles aan doen om dit te promoten.